Nou, wij hebben een relatief groot huis in Amsterdam, maar wij zochten altijd iets voor aan onze muren en het liefst wat groter. En eindelijk hebben we iets gevonden. Nou, ik kan nu nog voor verder, ik kan hier niet zelfs verder uitzoomen. Maar we hebben samen met onze collega Martin hebben we eindelijk iets gevonden daarop. Want we kunnen voortaan, ja, je kan hier in Nederland kun je canvas prints laten maken, maar meestal niet van hele erg grote formaten. En als je dat doet, dan nog steeds ben je nou minimaal wel 5, 6, 700 euro snel kwijt. Dus dat is toch best een duur grapje. En we hadden zoiets van, nou, de kwaliteit is meestal dan ook niet zo geweldig, omdat het met pixels werkt. En ja, omdat je het opblaast, een foto, is het toch over het algemeen minder scherp. Ja. Nou, dus wat wilden we doen? We dachten, we gaan iets anders verzinnen. Dus we hebben het verzonnen. Of het is eigenlijk voor ons verzonnen. Olieverfprints. Nou, dit is een olieverfprint van, zoals je wellicht net al zag, Jackie Kennedy. Hij is even, de bank is zeg maar een ruime driezitter. Om een beetje een beeld te geven, de breedte is ongeveer 2,20 en de hoogte is ongeveer 1,40. We kunnen deze ongeveer maken op ruim 3,5 meter bij 2,40. Lukt ook nog wel. Dat zijn gigantische lappen. En om even te laten zien even hoe de kwaliteit is. Dit is een paparazzi-foto, dus je moet even opletten dat het is geen scherpe foto. Dat heeft dus niks te maken met met de olieverfprint. Maar als je van dichtbij kijkt, zie je dat het zeg maar echt, ja, een beetje bijna geschilderd is, maar dus geen pixels heeft. Het heeft een sluier. Nou, en dat wordt over het algemeen krijg je anders gewoon toch stukjes ertussen. En dat heb je bij deze techniek heb je dat gewoon niet. Dus ja. Wij zijn eigenlijk wel blij eigenlijk met het resultaat. Het is natuurlijk wel iets duurder dan canvas printen. Maar aan de andere kant is het kwalitatief ook al veel mooier. En het is nog steeds niet echt waanzinnig duur. We hebben inmiddels deze ook. Jackie Kennedy en Onassis, als het goed is, geloof ik. En we gaan er nog veel meer maken. Vrienden van mij hebben in huis inmiddels al Amsterdam en de Amstel by night. Gigantisch ding, waanzinnig mooi. Nou, je kan ze volgens mij overal even gaan zoeken. Als je per se iets een eigen ontwerp hebt nodig hebt, dan kan dat natuurlijk ook altijd. En, mooi.